groot onderhoud aan de Wielingenstraat is van start gegaan. Tussen het Schelderplein en de kruising met de Herman Heijermansweg wordt de straat volledig vernieuwd. Er moet gewerkt worden, maar dit vind ik belachelijk. Wat ik er in ieder geval aan het begin van merkte, bij de voorbereiding, is ontzettend veel stof in je huis. Want als een straat wordt opgebroken, dan ontstaat er ook heel veel fijnstof. Ik vind wel dat het veel is, ze zijn hier veel bezig, maar niet echt dat ik er last van heb. Ik wil ze alsjeblieft niet een klein beetje rekening houden met de bewoners die hier wonen. Ik als invalide moet helemaal omlopen om mijn hondjes uit te laten. Hier leggen van die plastic platen, van die rijplaten. Daar gaan ze overheen fietsen. Het hele beleid is één grote puinhoop. We proberen de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Maar helemaal voorkomen lukt uiteraard niet. Tot april zullen bewoners moeten omlopen via het Schelderplein of de Diepenbrokstraat. Het is niet de bedoeling dat fietsers over het voetpad voor de woningen gaan fietsen. Daarom zijn we nu een tijdelijke rijbaan voor fietsers aan het aanleggen die vanaf 26 september in gebruik wordt genomen. Je kan je er boos over maken en niet, maar het is nou eenmaal zo. En weet je, het duurt geloof ik een jaar, dacht ik. En het zal afzien voor de mensen zijn met de auto's, maar ik heb er geen last van. We gaan de riolering en de waterleidingen vervangen en ook de kabels en leidingen voor gas en elektra. En daarnaast grijpen we het groot onderhoud aan om ook de straat een stuk veiliger te maken voor fietsers. Dat doen we door een vrijliggend fietspad aan te leggen. Daarnaast komen er oversteekplaatsen met een middeneiland, zodat oversteken van de ene naar de andere kant een stuk veiliger wordt, omdat je tussentijds kan pauzeren. Daarnaast brengen we nog beleiding aan op het wegdek, zodat de autorijbanen een stuk smaller lijken, waardoor we de automobilisten uitnodigen om minder hard te gaan rijden. En hoe vind je het om aan zo'n groot project mee te werken? Dat vind ik wel interessant om toch te kunnen. Later weer terug kunnen kijken. Kijk eens, daar heb ik meegewerkt. Dus dat is wel geinig. Heb je ook een beetje leuke collega's? Niet altijd. Maar vaak wel. En hoe zit dat vandaag? Prima. Ja, met jullie erbij is gezellig. De Wielingenstraat wordt ook een stuk groener. Er komt een brede groene middenberm. Er worden bomen aan de rijzijde aangeplant. Tot slot verwachten we een flinke afname van al het vrachtverkeer, doordat voortaan vrachtverkeer dat naar de RAI gaat alleen nog maar vanaf de Wielingenstraat het rijtrein op mag rijden. Maar het verlaten van het rijtrein gebeurt voortaan alleen nog maar aan de Europa Boulevard. De gevolgen voor het verkeer zijn dat het verkeer dat richting het Schelderplein gaat omgeleid wordt via de Stadionweg en Churchilllaan en anders via de Beethovenstraat, de Boelenlaan. Het autoverkeer richting de Diepenbrokstraat, dat kan gewoon blijven rijden gedurende het werk. En dat zal ongeveer tot oktober 2023 duren. Dit was het verkeer. Tot volgende keer. Doei doei.